Dit is de primeur, dit is de eerste die ik gemaakt heb afgelopen week. En het zat natuurlijk heel lang in mijn hoofd, maar nu is die geboren. Een heuse primeur vandaag bij de informatiemarkt over de uitvaartzorg in Dronten. Een kist van echt Flevolands populierenhout. Maar er was meer te zien tijdens de druk bezochte open dag. Want afscheid nemen van het leven kan tegenwoordig op heel veel verschillende manieren. Wij zijn veel ruimer gaan denken, ook in de coronatijd, omdat we oplossingen moesten verzinnen. Maar bovenal zijn er ook heel veel mensen die heel graag op een andere locatie willen dan in een standaard crematorium. Dus ja, pluktuinen tot en met natuurgebieden. We kunnen tegenwoordig alles. Een standaard uitvaart bestaat al lang niet meer. Een uitvaart organiseren is maatwerk geworden. Het is een einde van een leven. En dat kan bij 30, 40, 70, 80 gebeuren. Maar je hebt in anderhalf uur, twee uur ga je afscheid nemen van een heel leven. En dat moet wel persoonlijk wezen. Want anders past het niet bij degene waar we het over hebben. Maar past het ook niet bij de familie waar we het samen mee doen. Dus een uitvaart moet juist persoonlijk wezen. De standaard zwarte auto wordt nog wel gebruikt, maar de tocht naar de laatste rustplaats kan ook met een vrachtwagen of in het zijspan van een heuse Harley Davidson. Praten met degene die je lief zijn over. Dat die in ieder geval minimaal weten wat je nou eigenlijk wilt. Maar bovenal, wat ik heel persoonlijk heel belangrijk vind, is dat je niet alleen erover praat, maar dat je toch iets op papier zet. Mensen zijn in verwarring als er op een gegeven moment iemand overlijdt. En dan moet je maar met elkaar gaan bedenken, wat wilde die nou? Terug naar de eerste echt Flevolandse kist, waarmee je zelfs nog na je dood aan het klimaat denkt. De meeste kisten komen van ver uit het oosten van Europa. En hebben een lange reis met veel verbranding van diesels. En wij hebben hier heel weinig transport en weinig uitstoot. En een hele mooie groene kist van Flevolands hout.